Hi allemaal, groetjes uit Oostenrijk. Ik ben gisteren hier aangekomen omdat ik weer op persreis ben gegaan. En ik zit hier een paar dagjes en ik dacht, het is misschien wel heel erg tof om te vloggen vandaag. Want we hebben echt een hele leuke en actieve dag voor de boeg. En ik ben wel heel erg benieuwd of het me gaat lukken om te vloggen of niet. Maar we gaan in ieder geval een aantal hele toffe dingen doen. Dus het leek me wel heel erg leuk om dat vast te leggen. Op dit moment sta ik in mijn badkamer en dit is mijn uitzicht. Kijk nou hoe ontzettend mooi. Het zonnetje schijnt, maar het is nog wel een graad of 20, denk ik. Het is nu ongeveer 8:15 ochtends. Dus ik ga heel snel mijn koffer inpakken. En dan gaan we straks weer op stap. We gaan ergens anders naartoe rijden. Wat we daar gaan doen, dat laat ik straks al zien. Zo, en we gaan even wat verder in de tijd. We zijn nu iets van 2 uurtjes verder. En ik ben aangekomen op de volgende bestemming. We zijn op dit moment in Gastein. In een super mooi hotel aangekomen. En ik heb niet zoveel tijd. Ik heb maar 10 minuutjes om even snel te plassen. En daarna gaan we weer de deur uit. Maar ik ga je natuurlijk wel heel eventjes snel de hotelkamer laten zien. Nou, dit is hoe het bed eruit ziet. En ik heb hier dus echt zo'n lekkere loungestoel. En die kijkt uit op het uitzicht. Ik heb zelfs een heel mooi houten balkonnetje. En moet je kijken hoe mooi dit eruit ziet. Het is toch fantastisch? Ik vind het echt super gaaf. Hier heb ik ook nog een bankje. Slippertjes en zo, super fijn. En dan heb ik hier nog een hele mooie badkamer. Ik vind het echt heel erg mooi met al dat hout. Daar hou ik echt ontzettend van. En als we straks weer terugkomen, dan lijkt me wel heel erg leuk om ook nog even de rest van het hotel te laten zien buiten. Want het is echt heel erg mooi. Ik las net op het kaartje dat er ook een infinity pool is. Dus dat is wel heel erg vet als ik die nog even kan bezoeken. Maar goed, zoals ik al zei, ik heb niet zoveel tijd. Ik ga even snel opfrissen. En dan gaan we straks met een cable car helemaal naar boven. En hebben als het goed is echt een super vet uitzicht. Nou, ik sta nu even buiten. We zijn aan het wachten op de taxi. En misschien kan je het een beetje horen, maar je hoort vogeltjes fluiten hier. En hierachter staan allemaal lichtbedjes en water. En het is echt super chill. En ik zal je ook nog even de andere kant laten zien. Volgens mij zit mijn hotelkamer ergens daarboven, want ik kijk hierop uit. Moet je kijken wat een ontzettende mooie bloemen dit trouwens ook zijn. Ik weet niet wat voor bloemen dit zijn. Ik heb ze nog nooit eerder gezien, maar oh, dit lijkt net een aanzichtkaart. Zo, dit zijn de karretjes waar we straks ingaan van de kabelbaan. En dan gaan we helemaal een stuk naar boven en dan hebben we een vet uitzicht zo. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Op de top met dus deze kabelbaan. En we gaan nu met de groep even zoeken naar een... We gaan over naar een brug die twee pieken met elkaar verbindt. En die is heel lang, een hele lange loopbrug. Dat wordt denk ik wel heel erg cool. Ook wel een beetje spannend, want die brug die zit natuurlijk heel erg hoog. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Want het is wel heel vet. Ik heb nog nooit over zo'n lange loopbrug gelopen. Dit is de brug waar we straks overheen gaan. Het ziet er zo niet heel erg hoog uit, maar spannend wordt als je een beetje hoogtevrees hebt. Zo, ik wil nog wel heel eventjes zeggen dat het echt super lekker hierboven is. Ik hoop dat de wind niet te hard waait, maar het is heel erg lekker fris, zonnetje schijnt. Dus het is niet te koud, maar ik heb wel van een jasje aangetrokken natuurlijk. En het is gewoon echt hele lekkere frisse lucht. Dus en dit is trouwens mijn allereerste keer in Oostenrijk, dus ik ben echt helemaal impressed met alles. Het is zo ontzettend mooi hier. Ik loop nu over de brug heen en de onderkant, oh, je kan naar beneden kijken, ik hou er niet van. Het is behoorlijk hoog. Ja. Het weer is omgeslagen. Het waait en het regent. We hebben zojuist de Flying Fox gedaan over een waterval heen. En dat is eigenlijk gewoon ziplinen. Maar dan zit je echt super comfortabel. En ik heb er ook nog hele leuke beelden van die ik je nu ga laten zien. Dit is de waterval dus van beneden. Ik weet niet of jullie me kunnen verstaan.
is wel echt heel erg mooi dat dit zo midden in dit stadje zit. Hoe cool is dat? En als je dus hier eet, heb je uitzicht op die waterval. Je zag het net al, maar we gingen dus hier overheen en dan daarachter is die waterval. En het zonnetje is inmiddels weer gaan schijnen. Het was net echt heel erg gaan regenen en waaien. En nu is het weer echt super heet. Het is voor mijn gevoel 30 graden of zo. En we gaan nu naar de thermen toe om lekker in het bad te gaan en te chillen eigenlijk. Daar heb ik best wel veel zin in. Nou, check deze auto. Wat een toffe bedoeling. Oh, er komen er nog meer aan. Wat gaaf. Joe. Zo, die heeft ook een lekker pakje aan hoor. Leren hoed, brilletje erbij. Moet je kijken hoe ontzettend schattig dit dorpje sowieso is. En ze zit, al deze gebouwen zitten dus om die waterval heen. Het is echt heel cool. Zo, ik ben weer terug in de hotelkamer. We hebben net heel eventjes lekker gerelaxed aan het zwembad in een van de thermen hier in de buurt. Ik heb de camera niet meegenomen omdat er toch heel veel wat mensen waren in badkleding. En ik dacht, het is volgens mij niet helemaal de bedoeling dat ik hier dan volle bak ga vloggen. Maar het was echt super chill. Ik ben helemaal relaxed. Ik heb nog steeds heel erg warm eigenlijk van het douchen net. En zoals je ziet heb ik heel eventjes een andere outfit aangetrokken. En dat is deze playsuit. Deze is nog van de Primark. En ik heb hem eigenlijk nooit gedragen. Omdat er een gat in zat aan de zijkant. En ik had het eigenlijk nooit gemaakt tot aan nu. Larissa heeft hem voor me gefixt. Dus nu kan ik hem weer aan. En ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Dus deze trek ik straks aan als we gaan eten vanavond. En we hebben nog een klein beetje tijd. Dus ik zit te denken om een beetje rond te lopen hier in het mooie hotel. Even kijken waar de fitnesszaal is. Waar ik waarschijnlijk geen tijd voor heb. En eventjes kijken of ik misschien nog leuke hoekjes en plekjes kan zien. Want ik zag net al iets heel erg moois vanaf het balkon. En dat zijn die twee hangdingetjes. Die zien er wel echt mega chill uit. Dus ik denk dat ik daar heel eventjes heen ga om te kijken of dat wat is. En misschien kan ik daar nog eventjes een leuk fotootje schieten bijvoorbeeld. Mocht je trouwens nog afvragen waarom dit dingetje hier staat. Het is gewoon een bankje van buiten. Die heb ik net even gekanteld. Zodat ik op zelftimer maar een foto van mezelf op het balkon kon maken. I know, het is echt een beetje... lastig misschien, maar ik heb natuurlijk niemand bij me. En ik dacht, ik wil gewoon heel snel die foto maken. Iedereen is zich aan het opfrissen, dus dat ga ik niet vragen. Doe ik het gewoon op die manier. Dan moet je eens kijken hoe chill dit eruit ziet. Dit is zeg maar een dingetje. Nou, dan zit je gewoon helemaal in een kokonnetje. Maar deze vind ik vooral heel erg leuk, want dan kan je nog wat meer naar buiten kijken. Je kan zelfs je drankje neerzetten. Hoewel ik eigenlijk niet verwacht dat hij blijft zitten. Oh, ik ga er heel veel op, want het is echt een gigantische schommel. Nou jongens, het is toch heerlijk. Dan kan je vet lekker schommelen. Terwijl je dus geniet van dit uitzicht. Wauw, dit is echt gewoon alsof je in een aanzichtkaart leeft. Ik vind het jammer dat we hier maar één nachtje zitten. En het zwembad zag er ook heel erg mooi uit. Dus ik denk dat ik er morgenochtend wel even in ga. Maar voor nu kan ik hier nog wel eventjes wachten. En het is ook nog steeds lekker weer. Dus... ja. We gaan dus straks eten in een restaurantje ergens. Ik weet niet precies wat we gaan eten, maar ik weet wel dat we een bepaald Oostenrijks toetje gaan nemen. En dat heet Nokkeln. En dat is een soort van soufflé met drie bergen. Net als dat je dat hier in Oostenrijk hebt. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ik ga nog even een klein rondje lopen verder, want het is echt prachtig hier. Moet je dit ook zien? Volgens mij kan je hier dus in. En dit is een soort van strandje. Zo, en hierachter heb je dus gewoon een watervalletje. En daar beneden heb je iets van een hot tub, maar die staat er van, ja, hot, ik spreek lekker uit, zo'n warm bad. Maar ik zie dat het niet aanstaat, maar ik vraag me af of we erin zouden kunnen. Dan hier nog allemaal lichtbankjes, hoe relaxed. Maar ik denk dat over 5 minuten ongeveer worden we opgehaald door de taxi, dus ik ga wel weer langzaam richting de lobby en heb ook best wel trek, dus dat kan ik best wel gebruiken. Maar als ik hier sta, heb ik echt zoiets van, oh, dit is zo lekker en rustgevend. Hier wil ik zeker een keertje terugkomen. Mocht een keertje op zoek zijn naar een mooi hotel, dan is dit wel echt een pareltje. Kijk nou, hier kan je dus gewoon in en ik zie hier allemaal mooie bloemetjes. Ik blijf maar doorgaan, ik weet het, maar ik vind het zo chill hier. Heel mooi dit. Zijn er nou pionrozen? Lijkt er wel op. We zijn aangekomen bij het restaurant en zoals je hoort op de achtergrond wordt hier gezongen. Ik weet niet of het erbij hoort of een stel gasten zijn in de tuin, maar het is wel heel gezellig, I guess. Kijk, daarachter zijn ze nu lekker aan het zingen en gitaar aan het spelen. En dit is dus hoe het restaurant eruit ziet. Super schattig, echt mega Oostenrijks volgens mij.
Dus ik ben heel erg benieuwd wat we gaan eten. En we hebben alvast een aperitiefje die we straks krijgen. 5 Elements. Ik ben nu alweer vergeten wat erin zit. In ieder geval iets met cranberry sap en zoutwater. Dus het klinkt niet heel erg lekker, maar ik dacht, joh, probeer het even. Maar het is echt heel erg schattig, dit restaurantje. Ze hebben hier ook een eigen moestuintje, zo te zien. Ja, eerlijk gezegd maakt dat koor, wat niet helemaal mijn smaak is natuurlijk, dat maakt het wel een beetje af. Deze hele vibe. Ja, ja. En check trouwens dit schattige katje. Hallo! Ja, kleinie. Oeh. Ik vind jou schattig, ik wil jou mee naar huis nemen, maar dat gaat natuurlijk niet. Ik ben weer terug in het hotel. We hebben net super lekker gegeten. We hadden een lekker voorgerechtje. Daarna hadden we nog een hoofdgerechtje. En die had ik gedeeld met iemand met wie ik hier op reis ben. En daarna hadden we het speciale toetje. Salzburger ja? Nockhorn. En dit was wel heel erg lekker. Het was vooral heel erg bijzonder. En het was zo ontzettend gezellig. Ik heb echt zo hard gelachen tijdens het diner. Niet normaal. Ik ben nu even veel terug. Ik ben best wel moe. Maar ik ga nog even wat water drinken voordat ik ga slapen. Misschien een theetje. Ook wel lekker. Maar ik heb natuurlijk dat fantastische uitzicht. En het zijn nu allemaal lampjes. Dus ik ga het heel veel laten zien. En alles ruikt hier naar hout. Het is zo lekker. Kijk nou zo magisch dit eruit ziet. En ik heb hier alvast een tafeltje voor mezelf neergezet. Met een kaarsje. En dan pak ik nog even wat spullen van binnen. Een hele goede morgen. Het is weer de volgende dag. Het is vandaag zaterdag. En ik word echt net wakker. Dan kan je misschien wel een beetje zien aan mijn gezicht. Dit is mijn uitzicht op dit moment. Ik vind het echt heerlijk. Het zonnetje komt op. Het is warm. Maar goed, wat ik dus heb gezien is dat er stoom afkomt van het zwembad. En ik heb het even opgezocht. Het zou een verwarmd zwembad moeten zijn. Ik ben echt dol op even zwemmen in de ochtend. Dus ik ga denk ik gewoon even 20 minuutjes zwemmen of zo. Dan snel opfrissen en ontbijten. Ik denk dat ik nog net tijd voor heb. Dus ik heb mijn bikini al aangetrokken. Ik ga nu meteen naar beneden. Oh my god. Dit is serieus het zwembad. En daar ga ik dus nu in. Ik heb er echt mega veel zin in. Ik heb jullie heel veel meegenomen in het zwembad. Ik weet het, een beetje gevaarlijk, maar het komt wel zo goed. En het water is super lekker warm. Maar de omgeving is zeg maar wat frisser, dus dat maakt je lekker wakker. Het is echt net alsof je in een heel groot bad zit. En het is dus een infinity pool. Dus dan krijg je een beetje dit effect. En het is echt heerlijk. De tijd die ik hierin kan doorbrengen, ga ik hierin doorbrengen. En daarna ga ik wel ontbijten. Dat vind ik nu even iets minder interessant. Het is tijd om te ontbijten. We zitten sowieso met een super prachtig uitzicht hier. En het ontbijtbuffet is echt super nice. Ik zit hier samen met Michelle en Germaine. Lekker te ontbijten. En we hebben echt de meest lekkere dingen opgeschept. Ik ben in ieder geval gegaan voor chocoladecroissant en ei met zalm, ananas. En echt een heel bord met yoghurt en van alles erin. Dan zie ik hier nog een wafel, een pancake en heel veel fruit. Zes groenten. Zo. Erg nice. Eet smakelijk! Zo, we zijn aangekomen in de stad Salzburg en hier krijgen we een kleine tour. En wat me al meteen heel erg opvalt, wat ik heel leuk vind, zijn al de gekleurde huisjes op de achtergrond. Anders heeft het leuke pastelkleurtjes, dus het is allemaal heel erg vrolijk. We zijn echt pas net begonnen, dus misschien zie ik nog wel veel meer straks. Maar het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Dus dat is geel en dat is een beetje grijs. En dan persik en groen. We lopen nu eventjes door een winkelstraatje. Helaas geen tijd om te shoppen. Heb ik echt heel veel zin in. Maar al die bordjes voor de winkels zijn allemaal heel mooi met goud. Zelfs die van de McDonald's was heel erg mooi. Daar heb ik nu eventjes geen foto van. Maar kijk hoe mooi en schattig het eruit ziet. Lekker, schnitzel. Zo, we zijn inmiddels een fietstoertje aan het doen. Ik zit lekker op mijn rode fiets. Iemand achter me zit flink te toeteren dat ze er langs wil. Of te bellen. Ik word alweer uitgelachen op mijn woordkeuze. Maar super mooi, we zaten net in de stad en we hebben echt maar 3 minuten gefietst of zo. En we zitten er alweer buiten. Oh. Pas op, hè jij. Nou, we zijn lekker aan het fietsen. Super ontspannen, het weertje is lekker. Love it! Nou, we zijn op dit moment een audiotour aan het doen door een museum. En
Ik werd een beetje afgeleid, dus ik ben toen hier een volgorde aan het doen. Door de unicorn op de achtergrond. Dat is toch grappig? Een unicorn. Zo, we hebben even een ijsje gehaald. Ik heb hier de smaak. Wat was het? Best met lavendel en mango. We zijn nu even een foto maken van ons ijsje. Even een kleine update. Wij zijn dus net op de fiets gegaan naar een plekje, was een museum. En daarnaast zat ook een park en dat draaide een beetje om de fonteinen. Daar zijn we doorheen gegaan. Ik heb er niet heel veel gevlogd omdat ik dacht, het is een beetje onduidelijk allemaal misschien. En inmiddels ben ik weer in een ander dorpje beland in een nieuw hotel. En ik heb me even opgefrist. En het is zo warm vandaag. Je zag natuurlijk al dat we een ijsje hadden gegeten op een gegeven moment. Maar het is echt gewoon, ja, meer dan 30 graden denk ik. En echt zweet, zweet, zweet. En het zweet dan nu echt letterlijk op mijn bovenlip. Dat ga ik heel even afdeppen. Ik wilde even mijn outfit laten zien. En dat is deze crop top. Deze is van Naked in een army print. Een culotte heb ik eronder, omdat het straks misschien gaat afkoelen in de avond. En daaronder heb ik dan Nike's, die heel erg lekker lopen. Dus dit is de outfit van de avond. En we gaan straks even eten bij een bio-restaurantje. En daarna hebben we nog een hele toffe avondwandeling. Hoe dat eruit gaat zien, dat zie je vanavond wel. En ik moet even opschieten eigenlijk, want het is kwart over en we hadden om kwart over afgesproken. Dus tijd om te gaan. Zo, ik heb hier een broccoli soepje en we zitten hier prachtig. Met heel erg mooi uitzicht. Het is eet smakelijk. We zijn op dit moment door het bos aan het lopen. En we hebben namelijk een torch walk. En wat ik nog niet wist is dat we ook een soort tour hebben. Oeps, zo werd het wazig. Het heeft te maken met The Devil's House. Nu ben ik heel erg bijgelovig. En we staan in het bos. En ik hou niet van het bos in het donker, maar ze hebben gezegd dat het een fabeltje is. Dus ik ga gewoon mee. Ik vind het heel erg spannend. Het zal vast heel erg leuk zijn. En we gaan straks met die fakkels rondlopen. Dus ik denk dat het wel heel erg gezellig is. Maar hier staan we nu. De zon is aan het ondergaan. Dus het zal straks heel erg donker zijn. En ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal. Nou, dan gaan we. Fakkeltocht. Eén voor allen. Allen voor één. We gaan nu echt het pikken donker in. Met onze fakkels. Ik vind het heel erg spannend. Maar dan gaan we. Ik schaal weer bijna op mijn plaats. Joe. Ik ben weer thuis. Ik zal jullie een klein beetje doorheen leiden wat we nou net hebben gedaan. We hadden eerst een bio-diner met allemaal organic dingetjes. En daarna zijn we het bos ingegaan. We zouden namelijk een torch walk doen. En ik kon eerlijk gezegd niet echt inbeelden wat ik ervan kon verwachten. Ik dacht gewoon dat we met 100 man met van die fakkels ergens een soort van tocht gingen maken. Maar het was een soort van tour door het bos in het donker. Nu vind ik dat echt super spannend. Het bleek allemaal wat minder spannend te zijn dan ik dacht. En we gingen dus echt in het pikdonker met van die fakkels rondlopen. Helemaal door de bossen naar beneden. Totdat we bij een waterval kwamen. En daar kregen we dan een verhaal te horen over de duivel. Nu ben ik best wel bijgelovig, dus ik dacht oké. Maar het was gewoon wel een heel erg leuk verhaaltje. En daarna hadden we nog een kampvuur, dat was al heel erg leuk. En werd er ook nog een beetje gezongen. Je had een snaps gebracht. Joradiri, Julio. Hoe, hoe, diri, Julio. Hoe dan ook, het was echt een hele leuke avond, een hele leuke dag. We hebben net nog heel eventjes een drankje gedaan in de bar beneden. Zoals je misschien wel kan zien, staan mijn ogen echt op 6:30. Mijn lenzen zijn super droog en ik ben heel erg moe, dus ik duik straks mijn bed in. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om 2 dagen met mij op pad te zijn geweest in Oostenrijk. We hebben nog 1 dag te gaan morgen en dan gaan we onder andere suppen. Daar heb ik echt super veel zin in. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag terug in de volgende video. Doei!